prank is zo'n beetje mislukt. Maar dat maakt niet uit. Sorry mensen, ik ga gewoon overnieuw beginnen. Ik ben nu een prank aan het opnemen. Ik ga nu mijn oma pranken. Ik ga nu naar boven lopen. Ik ga mijn camera omdraaien. Wacht even. Ik ben nu bezig met lopen. Ik ben gewoon even aan de aankomst aan het game. Wat is er nou zo'n paard bij, hè? Ja. Mijn oma moest ook een beetje passen. Oké. Waarom had ik altijd hier beneden boven liggen? Oma de gewoon niet wassen. Komt oma niet? Leg mijn ding eventjes neer. Ik ga mijn oma pranken. Ze heeft niks in de hand. Ik heb een prank op mijn oma is gelukt. Hey, ik ben aan het filmen, joh. Oh, mijn oma schrok echt. Hoe oud ben je? Hallo? Ben je 5 jaar? 55? 56? 55. Oké, mensen. De prank is een beetje misgegaan. Een beetje. Maar ze schrok wel echt. Ze was helemaal bezig zo met ongeveer. Echt. Pff, serieus. Echt voldoende prank vond ik dit. De eerste prank was al gelukt. Maar voor mensen die het nog niet weten, ik heet Abdurrahman, mijn bijnaam is Appie. En daarmee maak ik al pranks bij Appie. Dus. Ik zou zeggen, tot de volgende prank. Of scare, of challenge, wat dan ook. Of vlogs. Tjallas. Panda. I got broads in Atlanta. Switch to the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Ain't see them like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmet.